Het half uur is al voorbij als voor het eerst het publiek in Eindhoven een puntje van de stoel gaat zitten. Niet uit bewondering, maar uit schrik. Want Van Arum neemt Waterreus onder vuur. Van Arum, de topscorer van de Eredivisie met 4 goals. Dit is Stam, die naast zich Cocu had in het centrum van de Eindhovense verdediging. Want Valks en Faber zijn geblesseerd. Van der Weerde heeft Petrovic weggestuurd. Die vindt in de drukte Luc Nilis, maar zijn schot wordt gekeerd door Garls, die in het doel van RKC Van Dijk verving. Van Dijk heeft een schouderblessure. PSV voert de druk en het tempo erop. Niemand speelt brands tussen de benen. En de demarage van de linksachter leidt uiteindelijk tot dit tafereel. Twee RKC'ers lopen elkaar omver en Nilis schiet binnen. Het is 1-0 na 32 minuten. Van Aarde en Karasic lopen elkaar omver. Nilis trekt profijt. Het is zijn 4e doelpunt dit seizoen. Eikelkamp. 1 man voorbij, 2 man voorbij. Maar dan de overtreding van Hütte. Een klassiek voorbeeld van pootje haken. De gele kaart voor de verdediger van RKC. Cocu en Jonk brengen dan Nilis in stelling voor deze fraaie 2-0 in de 40ste minuut. Het tikje van Jonk, het stilleggen door Cocu en de executie door Nilis. 2-0 is ook de stand halverwege. Het wordt in de tweede helft voor RKC moeilijker en moeilijker. Hier zijn daar de problemen voor Garlofs, die een toren voor zich zag opdoemen. De toren van Eikelkamp, maar hij herstelt zijn fout. Werk genoeg aan de winkel voor deze invallerkeeper van RKC. Van der Weerde zet deze aanval op. Haalt verwoestend uit. Eikelkamp schiet zo mogelijk nog harder. Maar tot opluchting van Garrofs en verbijstering van advocaat. Geen doelpunt. Weer Eikelkamp. Een minuut na de vorige kans. En nu is het met links wel raak. 3-0. Het zou de laatste activiteit zijn van Eikelkamp, want hij werd samen met de Grijze naar de kant gehaald. Voor Garrofs is de wedstrijd nog lang niet afgelopen. Hier ziet hij Nilis met 7 mijlslaars in zijn richting komen. De paas op Zende mislukt, maar via Jonk komt Zende alsnog in balbezit. Zende krijgt de ballen dan precies doorheen voor de voeten van Nilis voor 4-0. Het 3e doelpunt van de Belg. Prachtige paas van Zende. Nilis rondaf. PSV wint met 4-0 en Nilis is topscorer nu met 6 goals.